De Goede Doelen in Pelhama's houden dit jaar voor het eerst in alle kernen één gezamenlijke Goede Doelenweek. In 7 kernen zelfs in dezelfde week, namelijk vanaf maandag 13 april. In Heldendorp wordt de Goede Doelenweek gehouden in de week van 6 april, in Baarlo vanaf 27 april en in Kessel en Kesselijk vanaf 8 juni. Inzamelen in dezelfde week geeft het publiek meer duidelijkheid. Ook geeft het meer mogelijkheden voor gezamenlijke publiciteit, waardoor de Goede Doelenweek beter bekend wordt. Dit jaar is het vanwege eerdere afspraken niet mogelijk voor alle dorpen om in dezelfde week te collecteren. Afgesproken is wel dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt. De comité's bepalen zelf welke doelen meedoen. Het dorpsoverleg Kessel houdt een enquête naar de toekomst en leefbaarheid van het dorp. Middels een video die bij alle huishoudens in Kessel is verspreid, doet het dorpsoverleg een oproep om mee te doen aan de enquête. De vraag van het dorpsoverleg is wat er nodig is om Kessel toekomstbestendig te maken. Daarom wordt aan alle inwoners gevraagd hoe zij willen dat hun dorp er over 10 jaar voor staat. En wat ik me nu afvraag, of mensen het mooie van iets nog altijd zien als ze er altijd middenin zitten. Ik bedoel, zouden de inwoners van Kessel zelf nog wel eens denken, goh, wat is dit een prachtig dorp zeg. Het jonge jongen, wat wonen we hier toch fijn. Zo met z'n allen. Gek hè? Daar ben ik dan zo nieuwsgierig naar. Dat zou ik graag eens willen weten. De hamvraag is dan, hoe zou u nou willen dat Kessel er over pakweg 10 jaar voor staat? Wat is uw droombeeld van Kessel in 2025? Wat moet er zijn bereikt? Wat vindt u belangrijk? En wat zou er volgens u heel anders moeten? De enquête bevat 50 vragen over de leefbaarheid, de politiek, veiligheid, zorg en welzijn, woonwensen, onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, sport en recreatie en is in te vullen via dorpsoverlegkessel.nl.